Hallo. Vorige keer hadden we het over de schikking van de onderwerpen in het totaalbeeld van onze foto. We gebruikten daarvoor de gulden snede en de regel van derden. Een prachtig middel om een onderwerp dat we willen tonen op een opvallende plaats in onze foto te zetten. Als we een foto maken, willen we meestal de realiteit zo dicht mogelijk benaderen. Daarbij stuiten we alles op de beperkingen van de fotografie. In het werkelijke leven zijn we omgeven door drie dimensies. We kunnen kijken in de breedte, de hoogte en in de diepte. Die derde dimensie is door de vorm van een foto onbestaande. Want ja, er is geen diepte. Een foto of een beeldscherm is plat. Willen we daar dan toch diepte in tonen, dan gaan we onze trucendoos moeten bovenhalen. Zodanig dat wie naar deze platte foto of dat platte scherm kijkt, daar toch diepte in ziet. In de schilderkunst gebruiken die trucken al sinds het begin van de 14e eeuw. Kijk, hier sta ik voor de stal in mijn tuin. Hoe ver ik van de muur sta, is moeilijk in te schatten. Op de foto zelf plak ik bijna met mijn rug tegen de muur. Omdat de fotograaf haaks op de muur en op mij is gaan staan, zit er geen diepte in de foto. Gaat de fotograaf een paar meter opzij staan, dan krijg je een totaal ander beeld. Door de perspectieflijnen, de schuine lijnen in de foto, wordt de illusie van diepte opgewekt. Deze foto gaat nog verder. Hij toont niet alleen perspectieflijnen. De fotograaf heeft zich zo geplaatst dat er onderwerpen te zien zijn op de voorgrond, in het midden van de foto en op de achtergrond. De narcissen staan op het voorplan, ikzelf in het midden en het voederbakje hangt tegen de muur op het achterplan. Dat voor, midden en achterplan zie je zeer veel in foto's. Hier heb je, tijdens de wandelvierdaagse van ons trefpunt, wandelaars op de voorgrond, een berghelling in het midden en een kasteel op de achtergrond. Of tijdens de pétanque. De fotograaf staat recht tegenover de spelers en brengt toch diepte in de foto dankzij de pétanquebal op het voorplan, het plein in het midden en de spelers op het achterplan. Een combinatie van lijnen en voor, midden en achterplan werkt nog beter om diepte te tonen. Deze fotograaf heeft links op de foto bewust nog een stuk van de boomstam in de foto gelaten. Zo heeft hij een voorplan. In het midden zie je de wandelaars en op de achtergrond loopt het pad verder. De perspectieflijn van het pad trekt extra aandacht, omdat ze niet rechtdoor, maar in een bocht ligt. Een bochtige weg die in de verte verdwijnt is de ultieme droom van elke gevorderde fotograaf. Om af te sluiten wil ik nog eens terugkomen op de eerste foto die ik u toonde. Ook al volgt hij de regel van derden niet en toont hij geen diepte, toch heeft hij een speciale uitstraling. Dat is omdat dit een symmetrische compositie is. Geen regel van derden of gulden snede en toch gaat de aandacht naar de persoon in het midden. Als je in het midden van deze foto een lijn trekt, krijg je twee helften die min of meer elkaars spiegelbeeld zijn. Je kan die middenlijn in plaats van verticaal ook horizontaal leggen, bij een landschap met water bijvoorbeeld. Zorg ervoor dat de horizon in het midden ligt en wat zich boven de horizon bevindt, weerspiegeld wordt in het water, zoals Kevin van Looveren hier deed. Volgende keer gaan we het hebben over camerastandpunten. Niet alleen waar je gaat staan, maar ook hoe hoog je je fototoestel houdt, is zeer belangrijk. Oh ja, en het huiswerk. Maak mij drie foto's. Eén met een perspectieflijn, één met een voor, midden en een achterplan en een symmetrische foto, een foto
waarvan boven en onder of links en rechts elkaars spiegelbeeld zijn. Veel succes en tot de volgende! Thank you.